Het Smart Lab is de plek voor serious gaming en het uitproberen van technologische innovaties. In de video zal het gebruik van de Xbox gedemonstreerd worden. De Xbox maakt gebruik van een camera die het lichaam van de speler registreert. Hierdoor daagt het uit om zelfstandig en vrij te bewegen in de ruimte. Door de verscheidenheid aan games zijn er tevens veel verschillende trainingsmogelijkheden beschikbaar. Om te beginnen wordt de tv aangezet door middel van de rode knop op de afstandsbediening. De mogelijkheid bestaat dat de tv al gekoppeld is. Het is echter ook mogelijk dat dit nog moet gebeuren. Dit kunt u als volgt doen. Druk op de afstandsbediening op de knop Input. Selecteer met behulp van de pijltjestoetsen HDMI 1 en druk vervolgens op OK. De tv is nu gekoppeld aan de Xbox. Als HDMI 1 al geselecteerd was, was de Xbox al gekoppeld. Nu moet de Xbox aangezet worden. De Xbox is te vinden in het zwarte kastje onder de tv. Zet de Xbox aan door op de grote grijze knop aan de voorkant van de Xbox te drukken. De LED-verlichting midden in de grijze knop wordt nu groen. De Xbox staat aan en zal automatisch opstarten. Ook de controller moet nog aan de Xbox gekoppeld worden. Dit doet u door enkele seconden op de grote grijze knop in het midden van de controller te drukken, tot deze gaat knipperen. Als de LED-verlichting om de knop gaat branden, is de controller gekoppeld. Op de controller zijn verschillende knoppen en pookjes te vinden. Om te navigeren in het menu wordt altijd het linkerpookje gebruikt. Verder worden de letterknoppen gebruikt om iets te bevestigen. Op het scherm staat altijd aangegeven welke letter u moet indrukken. Het kan voorkomen dat de Xbox vraagt of u een update wilt doen. Selecteer dan No met het linkerpookje en druk vervolgens op A. De Xbox zal dit vaker vragen tijdens het instellen. Selecteer dan in alle gevallen No. Nu gaan we weer verder met de instellingen. Om te kunnen beginnen met spelen, selecteert u een karakter. Dit doet u wederom met het linkerpookje. Als het juiste karakter is gekozen, selecteert u dit karakter door op A te drukken. Het volgende beeld verschijnt. Nu dient de Kinect gekoppeld te worden. De Kinect is de camera die bij de Xbox hoort. Deze is te vinden op het zwarte kastje onder de tv. Zorg dat de Kinect altijd op de speler gericht is, omdat de Kinect alle bewegingen registreert. Om de Kinect te koppelen, gaat u naar instellingen door middel van het linkerpookje. Selecteer Kinect en bevestig door op A te drukken. De mogelijkheid bestaat dat de Kinect al verbonden is. Als dat het geval is, staat er Sensor On in beeld. Wanneer dit niet het geval is, ziet u het volgende beeld verschijnen. Om de Kinect te koppelen, drukt u op A, selecteer On en druk vervolgens nogmaals op A. Druk op B om terug te gaan. Ga terug naar Home met behulp van het linkerpookje. Als het juiste spel al in de Xbox zit, selecteert u met het linkerpookje het spel en druk op A. Om een ander spel te plaatsen in de Xbox, drukt u op de knop boven de CD-drive en wacht u enkele seconden. Wanneer de CD-drive naar voren komt, plaatst u het spel en drukt u vervolgens weer op de knop boven de CD-drive. Als het spel is geplaatst, start het automatisch op. In het spel zijn uw handen de muis. Door middel van zwaaibewegingen ziet u vanzelf uw handelingen op het scherm. Voor alle spellen zijn de instellingen weer anders. Dit wordt echter stapsgewijs uitgelegd in het spel zelf. Als u klaar bent met spelen, kunt u de Xbox weer afsluiten. Om de Xbox af te sluiten, drukt u op de grote grijze knop in het midden van de controller. Druk op I, selecteer Yes en druk vervolgens op A. Ga terug naar instellingen door middel van het linkerpookje. Ga naar uitschakelen en druk vervolgens op A. Selecteer Turn off console en druk op A.
De Xbox sluit nu af. Zet de tv uit door op de rode knop op de afstandsbediening te drukken.